Hey, wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe kookvideo. We gaan vandaag aan de slag met het maken van gnocchi. En dat hebben we natuurlijk een poosje geleden, nog niet eens zo heel erg lang geleden geloof ik, ook al eens gedaan. Maar de gnocchi die ik vandaag ga maken is wel heel iets anders. We maken namelijk een lekkere zoete aardappelgnocchi met salieboter. Het maken van zoete aardappelgnocchi gaat er heel ietsjes anders aan toe dan het maken van normale aardappelgnocchi. Maar het is nog steeds heel erg makkelijk. Ik heb hier een kom met zoete aardappel en hier een pan met water. En deze zoete aardappel heb ik geschild en in stukken gesneden. En die doe ik nu bij het water in de pan. En dat breng ik uiteraard even aan de kook. En in tegenstelling tot de normale gnocchi is deze aardappel dus helemaal geschild. Voor normale gnocchi hou je de aardappelschil er even aan tijdens het koken. Dan wachten we heel even totdat het water kookt. Als het water van de zoete aardappels dan kookt, draai ik het vuur ietsjes lager. En ik zorg er wel voor dat het water natuurlijk blijft koken. En dan kook ik de zoete aardappels zo'n 20 minuten, totdat ze lekker zacht zijn. En dan gaan we verder met het maken van het deeg. Goed, onze zoete aardappels zijn helemaal zacht gekookt. En anders dan bij normale aardappelgnocchi gaan we nu niet gelijk bezig met het maken van het deeg, maar laten we de aardappels eerst even helemaal afkoelen. Het ding met zoete aardappel is namelijk dat ze super vochtig zijn. Ze hebben mega veel vocht in zich, waardoor ze al gauw te nat zijn om een mooi deeg van te maken. Dus wat ik ga doen, ik schep die zoete aardappels met een schuimspaan uit de pan. En dan leg ik ze in een kom met keukenpapier. Keukenpapier absorbeert natuurlijk vocht. En op deze manier hoop ik dat het meeste vocht uit de aardappels gaat verdwijnen. Twee stukken zag ik. Opsa. Ik dek de aardappels ook nog even een keertje extra af met keukenrol. Meer hoe beter. En dan laat ik ze op deze manier gewoon afkoelen. Dus dat keukenrol gaat al dat overbodige vocht eigenlijk in de zoete aardappels absorberen. Zodat we straks echt hele mooie droge aardappels hebben. En daarmee kunnen we uiteindelijk het deeg gaan maken. Dus nog weer even geduld totdat dit helemaal is afgekoeld. Maar ik beloof je dat we daarna de gnocchi heel gauw kunnen afmaken. Goed, onze zoete aardappels hebben bijna een uur denk ik in de keukenrol gelegen. Dus ze zijn min of meer afgekoeld. Maar ze zijn in ieder geval goed droog. En dat is het allerbelangrijkste. Dus nu gaan we er deeg van maken. Ik heb hier een vork. Zoete aardappels zijn hartstikke zacht geworden. Dus ik kan ze prima prakken met een vork in plaats van met een aardappelstamper. Helemaal fijn prakken. En ik doe dat eigenlijk altijd gewoon tegen de rand van de kom. Omdat ik dat op de een of andere manier gewoon het makkelijkste vind werken. Bij de zoete aardappel in de kom mag dan een eitje. Die roer je even goed door de aardappels heen. Wordt een heel vies papje, maar dat komt zo meteen helemaal goed. Assenbloem en het zout erbij mogen. En ik meng dat altijd eigenlijk het eerste deel eventjes met mijn vork. En daarna stort ik het op mijn keukeneiland en kneed ik het met mijn handen verder. Dan is het grootste plakkerige deel namelijk af. En dan kan ik de rest met de hand gaan doen. En wat ik nu natuurlijk wil, is dit geheel kneden tot een mooie, soepele deegbal eigenlijk. Waar je zo meteen een gnocchi van kan maken. De zoete aardappel is nog steeds plakkerig. Maar je zult merken dat naarmate je langer kneedt, het deeg beter te handelen is. En mocht dat nou niet zo zijn, dan voeg je gewoon natuurlijk een beetje meer bloem toe. Kijk, wordt al een mooi, soepele deegbal. Zoete aardappel blijft natuurlijk altijd een beetje vochtig. Dus helemaal zo droog als normale aardappelgnocchi zal het nooit worden. Helaas. Maar goed, daar moeten we het maar mee doen. Ik ga heel even mijn handen wassen, want ik vind dit altijd zo gruwelijk. Wat ik nu ga doen is er natuurlijk gnocchi van maken. Dus ik pak heel even een mes. Snij ik deze deegbal tussen haakjes even in stukken. Want dan kan ik één zo'n bolletje, hou de bloem bij de hand voor als het heel erg gaat plakken aan je aanrecht. Dan rol ik één zo'n bol helemaal uit tot een lange streng. Van ongeveer, nou ja, het is maar net zo hoe groot jij je gnocchi wil hebben natuurlijk. Ik vind gnocchi's van ongeveer een centimeter à anderhalf altijd wel de max. En die streng snij ik vervolgens in kussentjes. En het blijft plakkerig, dus probeer een beetje vlot te werken. Ik heb hier met bloem
bekleed wilde ik zeggen, een bebloemd bord. En daar leg ik die zoete aardappelgnocchi nu op. Om ervoor te zorgen dat het wat minder gaat plakken. En dit ga ik natuurlijk even herhalen totdat ik al mijn gnocchi deeg heb gebruikt. Goed, onze zoete aardappelgnocchi is klaar en het is tijd om het gerecht af te gaan maken. En daarvoor heb ik maar twee pannen nodig op dit moment. Allereerst heb ik hier een koekenpan, daarin mogen blaadjes, salie en een hele flinke klont boter. En hier breng ik een pan met water aan de kook om daarin de gnocchi gaar te koken. En die boter die laat je nu gewoon lekker met die salieblaadjes helemaal smelten. En die blaadjes salie gaan een beetje bakken. Salie kun je trouwens niet rauw eten, dat je het even weet. Dus als je dat gaat gebruiken, moet je het altijd even ergens in verwerken. En ik doe dat dus nu lekker in een hele flinke klont met boter. Die boter mag trouwens best wel een beetje bruin worden hoor. Draagt alleen maar bij aan de smaak. Water voor de gnocchi kookt, dus deze kunnen we in de pan gaan mikken. En ook met zoete aardappelgnocchi geldt dat als het boven komt drijven, dat het gewoon goed is. En het is helaas nog steeds zeer plakkerig. Heel charmant wordt het denk ik niet. En het koken van de gnocchi, dat kost je denk ik een minuut of twee. Misschien maximaal drie. Ondertussen gaat hier lekker die boter met die salie goed. Yummy. En de gnocchi die komt bovendrijven, die schep je natuurlijk uit de pan. Maar gelijk in de pan met de gesmolten salieboter. En helaas is zoete aardappelgnocchi niet altijd zo mooi in vorm te houden. Dus echt perfecte bolletjes zoals bij de normale aardappelgnocchi ga je niet krijgen. Maar hey, het gaat natuurlijk om de smaak. Bij de gnocchi die bij de boter en de salie in de pan zit, doe ik al een beetje zout. En er mag ook een klein beetje peper bij. Moest ik even zoeken. Ziet er lekker uit. Misschien niet per se het allermooiste gerecht aller tijden. Maar qua geur belooft het veel goed. Als je dat vuur nog even iets hoger zet, dan gaat die gnocchi nog een beetje bakken en bruin kleuren. En dat is het allerlekkerste. Dus schroom niet om het een beetje aan te bakken. Dat draagt alleen maar bij aan de smaak. Goed, ik ga opscheppen en dan gaan we proeven. Oké, onze zoete aardappelgnocchi is klaar. En dan mag er dan wel niet de schoonheidsprijs mee winnen, maar het ziet er wel heel lekker uit, vind ik zelf. Je ziet echt een beetje dat krokante laagje op die gnocchi. En dan die krokante blaadjes salie ertussendoor. Ik ben heel benieuwd hoe het smaakt. Dus ik heb hier een beetje op een bordje geschept voor mezelf. Even proeven, smakelijk. Lekker mild van smaak. Beetje zoet door de zoete aardappel natuurlijk. Lekker. Heel anders dan normale aardappelgnocchi. De smaak is eigenlijk niet te vergelijken. Qua textuur kom je wel een beetje in de buurt. En ik kan je zeker aanbevelen om die gnocchi even lekker door die boter op te bakken. Zodat hij zo'n krokant korstje krijgt en van binnen nog lekker zacht is. Heel erg lekker. Goed, ik hoop dat je deze herfstvideo, zo kan ik het eigenlijk bijna wel noemen, ondanks dat het winter is. Is dit toch echt iets meer een herfstgerecht? Leuk vond om te zien en dat je er iets aan hebt gehad. Mocht je mijn zoete aardappelgnocchi nou gaan proberen, laat me dat dan even weten. Ik zou dat heel leuk vinden om te zien, namelijk. En mocht je er bij voorbaat nog vragen over hebben, stel ze dan natuurlijk gerust. Bedankt voor het kijken en tot gauw. Doei!